Stel, u doet boodschappen. Kijkt u naar de prijs, naar de verpakking, naar het merk? Of denkt u ook aan duurzaamheid? Wij noemen een product pas duurzaam als we de productieketen als duurzaam kunnen bestempelen. Daarom nemen wetenschappers de levenscyclus van de voedingsproducten onder de loep. We geven het voorbeeld van melk. Alle melk komt van koeien. De verschillen in duurzaamheid zitten hem in beslissingen die boeren nemen rond de koe. Ten eerste de manier van melken. Een boer kan een installatie kiezen waarin hij zelf melkt, of hij kan een melkrobot installeren die de koeien automatisch melkt. Die keuze hangt af van de grootte van de kudde en van rendabiliteitsoverwegingen. Ze heeft gevolgen voor de hoeveelheid arbeid. Ook dat is een aspect van duurzaamheid. Hoe er ook wordt gemolken, de koe geeft pas kwaliteitsvolle melk als het juiste voeder krijgt. Dat koeien met hun vier magen in staat zijn om gras te verteren en het om te zetten in melk is een pluspunt. Om hen meer melk te laten geven, geeft de boer hen ook maïs en graan, dat zijn teelten van eigen bodem. Nog meer melk krijg je door eiwit rijker te voederen, met wat extra soja bijvoorbeeld. Die soja wordt ingevoerd uit Zuid-Amerika. De duurzaamheid van een product houdt rekening met deze lange transportafstand. En is dus verbonden met de productie van grondstoffen in andere delen van de wereld. We zoomen even verder in op de productie van voedergewassen. Om een gewas te telen heb je grond nodig, water, meststoffen, machines en pesticiden. Op al die dingen kan je beter of slechter presteren. Kijken we bijvoorbeeld eens naar de bemesting. Een boer kan ervoor kiezen om de mest van zijn koeien gewoon rechtstreeks op de akkers te brengen. Of hij kan de koeienmest eerst in een vergistingsinstallatie verwerken om elektriciteit voor zijn boerderij te produceren. Het restproduct blijft even waardevol voor de akker. Ook op vlak van water en energieverbruik kan het duurzamer. Er bestaan technologieën om water en energie te besparen. Water om de stallen en de melkinstallatie te kuisen kan je na zuivering hergebruiken in plaats van het weg te gooien. Als je nu besluit dat alleen ecologische investeringen leiden naar meer duurzaamheid, dan heb je het mis. We moeten ook blijven kijken naar het aspect economische en sociale duurzaamheid. Conclusie: De duurzame productie van landbouwproducten is erg complex. ILVO werkt aan een computermodel waar alle aspecten in hun onderlinge samenhang zijn opgenomen. Zo'n model zal de landbouwsector helpen om naar een meer duurzame productie te evolueren.